Nou, dat valt op zich wel mee. Want vanaf het moment dat de truck vertrekt vanuit Ogia in Niigata tot aan het vliegveld hebben we het over gemiddeld 6 uur rijden. Een videootje gedaan, bijdrage van Mira van de Reumazenwaal. Ja. Leuk, heb ik gezien, ja. Ja, over het inpakken. Ja. Nou, als sport, het begint in Japan. Ja. En ik denk niet dat iedereen beseft dat daar allemaal bij kan kijken. Ja, de basis van goede aankomst van vissen, gezonde aankomst van vissen, ligt natuurlijk in de hele voorbereiding. En in dat traject van voorbereiding, daar gaat... We hadden het net vooraf al even erover. Ik kan daar een uur over vertellen. Ik heb daar in het verleden heb ik daar een samenvatting van een boekje over geschreven, zal ik maar zeggen. Maar grof gezegd bestaat het uit het volgende. De voorbereiding komt van de exporteur, van ons. Dat is één. Die moet tijdig zorgen dat de kweker geïnformeerd wordt welke vissen er wanneer verstuurd worden. Worden die geselecteerd om te zorgen dat die op schoon water komen te zitten, dat ze leeg zijn van binnen, er geen voer meer in zit, dat ze zichzelf niet kunnen vervuilen in het transportwater. Hè? Anders krijg je ammonia, krijg je grote problemen, kieuwen verbranden, noem het maar op, dode aankomsten. Ja, en dan wat heel belangrijk is, ik probeer altijd zoveel mogelijk een directe vlucht te nemen naar de bestemming. Je kan vaak goedkoper vliegen door bijvoorbeeld je vlucht vanaf Nederland via Korea naar, vanaf Japan via Korea naar Nederland te laten gaan. Echter, die vissen zijn dan wel, nou ja, voorzichtig gezegd, 8 uur langer onderweg. 11 uur langer in de doos is natuurlijk van belang. Hoe lang kan een kooi in zo'n zak blijven? Ja, die testen heb ik ooit eens een keer gedaan. Maar ja, dat is een beetje natuurlijk koffiedik kijken. Want er zijn zoveel omstandigheden. Ik heb een gelijk aantal vissen genomen van een kweker. Kataoka toen, Oya Koi Farm. Die heb ik in dozen gestopt met bijvoorbeeld Alfish. Dat zijn de speciale zakjes die in de dozen zitten. En zonder. Nou, uiteindelijk, die vis hebben we vervoerd, in de auto gezet, koud gezet s'avonds. Weer in de auto, want dat is de realiteit natuurlijk. Hè, die bewegen onderweg ook. En toen hebben we na 72 uur die doos opengemaakt. Alle vissen waren, nou niet alle vissen, maar degene die zonder de zakjes zaten, alvis, die waren nog wel de meeste in leven, maar niet allemaal meer. Die anderen zagen er nog redelijk fit uit. Dus als we een guideline nemen, kan je zeggen 72 uur. Alleen dat is nooit mijn goal. Ik zeg altijd maximaal 2 dagen. Jullie doen heel veel voorbereiding daar. Dus sowieso het afstemmen welke vissen wanneer weggaan. Dat is afgestemd natuurlijk met de vlucht en zo. Ja, ja. Maar hoe lang duurt het al vanuit Niigata naar het vliegveld? Nou, dat valt op zich wel mee. Want vanaf het moment dat de truck vertrekt vanuit Ogia in Niigata tot aan het vliegveld hebben we het over gemiddeld 6 uur rijden. Dus morgens vroeg weg, die vissen. En je had het over 200 met tossaai van 20 centimeter. Hoeveel kunnen die in een doos? Nou ja, gemiddeld genomen, als je 20 centimeter neemt, 25 stuks, 30 stuks. En, ja. En een chagoy van een meter? Dat heb ik toevallig naar New York verstuurd, 97 centimeter. Ik denk, wanneer is hij gegaan? Einde mei, ja, is hij gegaan zo'n beetje. Wat weet je dan? Deze doos die was 1 meter 10. Ja, 1 meter 10 en die woog 100 kilo. En de zakjes die erin gaan, zijn die altijd hetzelfde? Wat zit daarin? Ja, het is alvis. Wat er exact in zit, het is natuurlijk een chemische samenstelling. Maar dat vertelt Mitsubishi Chemical Gas, waar ze vandaan komen, natuurlijk niet. En er zijn wel eens mensen die hebben dat geprobeerd te analyseren. Maar ik weet er het fijne ook niet van. Het enige wat ik wel weet, is dat ze zorgen dat de zware metalen, zoals bijvoorbeeld die in de afval van vis zitten, in ammonia, et cetera, worden opgenomen. En dat ze voor een gedeelte het zuurstof regenereren. Ik denk de meeste kwekers, die hebben zoveel jaren ervaring. Soms gebeurt het wel eens bij een kweker. Het is natuurlijk niet altijd maar Hosanna. Dat een kweker even wat moeilijker heeft voorbereid dat vissen slecht aankomen. Te laat gestopt met voeren. Of het kan ook zijn dat ze zich vergist hebben en een andere vissen moesten hebben. Of wat dan ook. Maar het gebeurt nagenoeg nooit. Maar het kan wel eens gebeuren natuurlijk. En de hobbyisten die hier in Sneek een kooi kopen in de zak krijgen en daarmee... helemaal naar Meersloot moeten rijden. Ja. Die hoeft niet bang te zijn. Ja, ik denk het niet. Ik denk dat Sander prima zijn vissen kan verpakken. Ja. Ja. Nee, maar in de zin ook van, ik moet heel snel naar huis. Want Nee. Kan echt, ja, het is een paar uurtjes. Ik bedoel, als je de zorg verdraagt dat je in de zomer niet die vissen op de volle zon hebt staan op je achterbank of zo. Ja. Dan is er niks aan de hand natuurlijk. Ja. Nee. Okay. Ja. En een dealer die geeft in principe natuurlijk altijd een gezonde vis mee. En je weet echt hoe die moet verpakken. Dus no problem. Oké. Okay. Nou, ik...
Ik bedenk me nu, terwijl wij afsluiten met deze weer, dat we het topic zelf niet zullen bepalen, maar we stellen de vraag wel aan de kijkers. Dat is leuk. Ja. Dan wil je iets weten over Zeker. De pasgebruik, over de mudpas, ja. Over de voer, ja. Rob zit dicht op het vuur. Dus ik ben benieuwd waar ze mee komen. Ja, ik ook. We waren niet de leuk. Volgende keer. Ja, gaan we zeker doen. Hartstikke bedankt voor deze Graag gedaan. Weer. Ja. Goed, Sam.